Ja, Marco, ik denk het uh, mooiste nieuws voor de ploeg is al heel erg vroeg gekomen. Dat is dat jullie dit jaar weer de Tour de France mogen rijden. Ja klopt, dat is natuurlijk fantastisch nieuws. En uh, Stiekem hadden we allemaal wel een beetje op gehoopt, maar als het dan daar is, dan uh, is dat super mooi en uh, een, mooie, een mooi begin van trainingskamp en het seizoen. Hoe hoorde jij het? Ja via de ploeg, we kregen allemaal berichtjes in ochtends dat uh, dat de wildcard binnen is en dan uh, is dat heel goed om te horen. Is het ook een zekerheid dat jij mag starten? Nee, totaal niet. Uh, we gaan natuurlijk nog heel wat maanden aan vooraf. En uh, ja, we zullen straks in de loop van het seizoen wel uh, zien hoeveel kans ik ga maken. Je hebt natuurlijk wel de afgelopen twee jaar uh, gereden. Is dat dan een voordeel? Um, of, is, of werkt het zo dat je denkt: van ja, ik ben nu al een paar keer geweest, misschien dat nu wel weer uh, de beurt is iemand anders? Nou, dat dacht, ik, dat dacht ik vorig jaar ook in deze periode. Van, het is fijn dat ik al een keer heb gereden, maar als die tour dan dichterbij komt, dan denk je wel, ik, ik moet daarbij zijn, hoe dan ook. En dat, dat zal dit jaar zeker net zo zijn. Is het dan voor jou wel een voordeel dat jij toch best wel vastgeklonken zit aan Guillaume Martin? Ik hoop het. Ik hoop dat ik hem gewoon dit jaar net zo goed kan helpen als de afgelopen jaren. En dat we samen gewoon richting die tour kunnen gaan om voor hem een goed klassement en voor mij, ja, wie weet wat er dan nog in zit. Op deze trainingskamp worden natuurlijk ook de wedstrijdprogramma's uh, bekend. Uh, hoe zit dat met jouw programma? Rij jij veel uh, met hem? Want dat zou zomaar een indicatie kunnen zijn. Nou, ik begin het uh, seizoen juist een heel ander programma dan hem. En ik start in uh, Mallorca, waar we dan wel samen rijden. En dan vertrek ik naar Romand daarna. En uh, Guillaume zal dan Ruta del Sol rijden en uh, Tour de Provence. En dan uh, hoop ik dat we daarna weer uh, samenkomen. Ja. Ja. Ik wil zeggen, is dat geen uh, slecht teken? Nee, zeker niet. Dat was de afgelopen jaren ook dat we een beetje anders starten. En dan, uh, dan worden de klimmers een beetje verdeeld over de, want over de wedstrijd, omdat er toch best veel bergop gereden wordt. Dus dat is op zich wel fijn. Ga je ook op hoogte stage? Uh, ja, ik hoop het. We hebben nog geen uh, definitieve plannen. Maar in, uh, in maart gaat in ieder geval een deel van de ploeg op hoogte. En dan uh, hoop ik dat ik daarbij ben.